Hier is er dan de Mercedes W206, of zoals wij hem beter kennen, de nieuwe C-klasse. Ja, nieuw. Visueel lijkt het toch wel heel hard op wat Mercedes vandaag in zijn gamma al heeft zitten. Dus is de vraag van vandaag, is deze C-klasse wel daadwerkelijk nieuw of is hij eerder vernieuwd? Naar goede gewoonte kan u de test van de Mercedes C-klasse er ook op nalezen in ons magazine. Zowel in als eerste test als gedetailleerde test. Beide testen zijn uiteraard ook terug te vinden op onze website, dat is autorits.be. En als u daar dan toch bent, we hebben daar ook heel veel nieuws, info en nog andere tests. Of u blijft de komende minuten gewoon hangen en dan vertelt Hans u alles wat u hoort te weten over de nieuwe Mercedes C-klasse. Hey Hans. Ja, ik heb het daarnet al in de inleiding gezegd. Echt nieuw vind ik hem qua stijl alleszins niet. Mij doet hij vooral denken aan een hele grote CLA. Maar ik weet niet wat jij daarvan denkt. Hè? Ja, natuurlijk. Mercedes scoort al een tijdje met zijn design. Dus het is vanuit hun opzicht logisch dat ze doorgaan op dezelfde stijl. Een beetje op safe spelen dan. Ja, inderdaad. Vandaar, hij lijkt op zijn voorganger. Hij lijkt op de S-klasse. Alle modellen zitten heel hard in dezelfde richting. En het is soms zelfs moeilijk om ze te onderscheiden. Ja. Nu, we zien hier dezelfde achterlichten als op de CLA. Dus die nu doorlopen van het koetswerk naar de achterklep. De vorige C-klasse was even groot als de CLA. Dus nu hebben ze de C-klasse een stukje groter gemaakt. Op het platform van de nieuwe S-klasse, MRA2-platform heet dat, 2,5 centimeter extra wielbasis en hij is nu 4,75 meter lang. Dus dat is eigenlijk al richting de E-klasse. Dus onder de herkenbare koets zit wel degelijk een volledig nieuwe auto. Ja, het is wel degelijk een volledig nieuwe auto. Ik heb zelf ook twee keer moeten kijken, hoor, voor ik het zag. En er de cijfertjes moeten bijhouden om te zien, maar het is wel degelijk zo. Zeg, en dit is nu de vierdeurs. Er is uiteraard ook een brek, dat weten we. De brek wordt trouwens meteen ook gelanceerd samen met de vierdeurs. In tegenstelling tot wat vroeger de gewoonte was. En dan hoe zit het met de rest? De coupé, de cabrio, die komen dan later? Het is nog een beetje te zien wat ze gaan doen. Mercedes heeft een paar jaar geleden wel aangekondigd dat ze serieus gaan snoeien in hun gamma. Coupés verkopen ook niet meer zo heel goed tegenwoordig. Maar er zou nu toch nog wel een soort van tweedeursversie komen onder naam CLK, maar het is nog niet helemaal duidelijk wat het zal worden. En dan, ze wilden ook een vijfdeursversie maken. Zoals een A5 dan? Zoals een A5 Sportback bijvoorbeeld. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze, allicht ook omdat het gamma dan ook weer te groot zou worden, hebben ze beslist van bon, dat gaan we niet doen. Oké. De C200, daar ga ik ervan uit dat dit een 2 liter benzine is. Ja, dat zou logisch zijn, maar dat is het niet. Dat is het niet, Het is een 1.5 benzine, turbo uiteraard, zoals het allemaal turbomotoren zijn. Zowel de C180 als de C200 zijn eigenlijk 1.5 motoren. Maar goed. We hebben de eerste test in het magazine is gebracht met de C300. En de detailtest is met een C300D. Dat zijn dan de 6-in-lijns. Ja, nee, dat zijn dan weer 2 liter viercilinders. Dus het zijn eigenlijk allemaal viercilinders. De namen zijn niet gerelateerd of zelden gerelateerd aan de cilinderinhoud. Het zijn allemaal viercilinders, 2 liters. Maar deze benzine is een 1.5. Daar komt het eigenlijk grosso modo op neer. Ja, Dus geen 6-cilinders meer en ook geen V8 meer. Zelfs niet in de AMG-versie. Ook in AMG niet meer? Nee, 4-cilinders plug-in hybride. Dus met een serieuze elektromotor. Ja, daarover gesproken. Die plug-in hybride, benzine en diesel, of hoe gaan ze het hier aanpakken? Ja, er zijn 2 plug-in hybrides inderdaad, een benzine en een diesel. Alle 2 komen ze met een grote batterij en Mercedes belooft ongeveer 100 kilometer elektrische autonomie. En gaan die dan ook kunnen snelladen? Want dat is toch een serieuze actieradius? Ja, tegen bijbetaling. Zal er een snellader voorzien zijn. Als Mercedes dan zo'n revolutie heeft doorgevoerd, ga ik ervan uit dat een manuele bak dat ook niet meer erin zal zitten, hè? Nee, manuele versnellingsbakjes verleden tijd hier in de C-klasse. Het zijn allemaal 9-traps-automaten. En het EQ-boost van Mercedes, vanaf wanneer heb je dat in de C-klasse? Op alle modellen. Zit ingebouwd in die 9-traps-automaat trouwens. Geeft 20 pk extra. Kleine elektromotor die op 48 volt werkt, maar die een beetje extra boost geeft, zoals de naam het eigenlijk zegt. Maar dus geen V8 meer? Geen V8 meer. Jammer. Ja. Ja, hier zien we de gelijkenis met de S-klasse. Het lijkt
wel copy-paste te zijn wat ze hier gedaan hebben. Ja, het lijkt inderdaad één op één overgenomen. Hè. Dus de twee grote schermen. Hier de ventilatiemonden die heel opvallend daarboven zijn geplaatst. Ja, die dubbele spaken daar op het stuur. Dubbele spaken op het stuur. Die zit niet op elke versie trouwens. Er zijn verschillende sturen in omloop. Okay. Ja, okay. Ja. Zijn er verschillen? Digitaal dan? Met een S-klasse? Ja, een detail. Het scherm is lichtjes naar de bestuurder gericht nu. Hier in de C-klasse? In de C-klasse, ja. En er is een verschil met de tellerpartij. In de S-klasse is die driedimensionaal. Ah ja, en dus hier... Letterlijk, met dieptezicht. Ja, hier is dat niet het geval. En ook het head-up display is iets eenvoudiger. Ja. Dus maar voor de rest is de luxe die op de S-klasse beschikbaar is, eigenlijk ook beschikbaar plusminus op de C-klasse? Eigenlijk zitten ongeveer al toeters en bellen van de S-klasse zijn ook hier beschikbaar. Ja, dat is wel een serieuze stap omhoog dan, qua uitrusting. Ja, natuurlijk. Ja, voor sommige dingen moet je ook bijbetalen. Dus, en komt het niet allemaal zomaar gratis bij. En hoe zit het met de bediening? De bediening, het is een groot aanraakscherm, dus dat is natuurlijk niet zo onhandig. Soms moet je natuurlijk wel zoeken, want sommige knoppen zijn eigenlijk opvallend klein. Hetzelfde op het stuur, dus er zijn veel knoppen, ze liggen binnen handbereik, maar ze zijn soms wel klein, dus je moet dan zo wat zoeken. Ik vind het niet altijd even geslaagd. Mercedes was op dat vlak vroeger iets consistenter. Had ik. Ja. En je hebt het net al gezegd, hij is ook groter qua wielbasis. Heeft dat dan zijn effect achteraan? Ja. Het zit vooral in de beenruimte voor de passagiers achteraan. Dus die hebben een beetje extra beenruimte. Ook vooral meer breedte ter hoogte van de ellebogen. En de koffer? De koffer is exact even groot in het geval van de berline. Bij de brek is er 30 liter extra volume bij. Okay. Ja, chassis van de S-klasse. Hoera, hoera. Luchtvering! Ja, nee, luchtvering is niet meer te krijgen. Oeh. Ja, en er is een simpele reden voor, namelijk bijna niemand bestelde het. Dus ze hebben dat terug uit het aanbod gehaald. Okay. Alleen de plug-in hybrides, die hebben we wel standaard op de achteras luchtvering. Ja, voor de nivellering. Die zware batterij zit daar, dus dat moet beter gedempt worden natuurlijk. You could have fooled me, want ja, we rijden nu wel even mee. Die is ongelooflijk comfortabel afgeveerd, hè? Die C-klasse. Ja, op dat vlak hebben we goed werk geleverd, want zelfs op die grote velgen, 19 duim, oneffenheden worden eigenlijk mooi opgevangen. Dus daarom dat ik dacht echt dat er echt luchtvering onder zat. Ja. Nu, dat is meestal, wil dat dan zeggen dat er compromis, alleen dat er geen compromis gesloten is, dat alles op het comfortluik gegooid is. Dus hoe zit het dan qua rijdynamiek? Het zit goed eigenlijk. Er zijn natuurlijk geen geheimen. Hè. De wielbasis is langer, de sporen zijn breder en daar kun je natuurlijk een veel beter compromis mee aantekenen dan vroeger. Dus op vlak van verfijning in combinatie met toch wel behoorlijk wat daadkracht in het chassis, zeer goed gedaan. Ja. En heeft hij eigenlijk, kan hij terugvallen op rijhulpjes, actieve stabilisatorstangen, vierwielsturing of zo? Vierwielsturing is beschikbaar als optie. Ja, oké. Okay. Ja. Ik moet wel iets zeggen, want we hadden het net over de verfijning. Ik vind de 1500 nu wel niet de meest verfijnde benzinemotor die ik al gehoord heb. Hij maakt veel lawaai, vind ik. Ja. Je merkt dat hij toch hard moet werken. De 2 liter is eigenlijk veel stiller. Maar nogthans, aan vermogen, 204 pk, dat ontbreekt hem daar toch niet aan, hè? Nee, absoluut niet. En je hebt ook niet het gevoel dat je met een slak onderweg bent. Maar het is toch iets minder geraffineerd dan een grotere motor. Ja, er zijn, het is geen verrassing natuurlijk. Hè. Nee. Wat me wel opvalt ook, tegenover die grotere motor, deze verbruikt meer. Ah ja? De 1.5, ja. Ik zit hier nu op een gemiddelde van 8,7 liter per 100 kilometer. Nochtans, hij heeft ook dat EQ-boost, die 48 volt systeem. Heel veel helpen doet dat dan toch niet. Ja, het helpt een beetje in de prestaties en het helpt een beetje de schakelovergangen zachter te maken. Ja. Maar ik kan er geen mirakels van verwachten natuurlijk. Je hebt een kleine motor op 48 volt. Ja. Ja, toch iets kleins dat me opvalt. Het rempedaal heeft een redelijk lange slag. Dus het grijpt vrij laat aan eigenlijk. Dus dat is toch wel even wennen. Het bijt op zich wel, maar het grijpt laat aan. Ja. Dus de motor en de loopcultuur van de 1.5 kan beter binnen het geheel. Ja, op dat vlak is de 2 liter wel een stuk beter. Ja. Ja. C, met de C van Centen. Ja. Hoe moet dat kosten? Elke versie is sowieso op meer dan 40.000 euro.
Deze C200 specifiek is een dikke 47.000. Ja, maar het is wel serieus een stijging van het budget dan. Ja, hij is wel afgetekend duurder dan een A4 of een 3-reeks bijvoorbeeld. Mercedes heeft de standaarduitrusting wel iets verhoogd. Ah, oké. Onder andere navigatiesysteem, cruise control zijn nu allemaal standaard. Dus eigenlijk de dingen die iedereen er sowieso toch bij nam, zitten er nu dan eigenlijk in? Ja, eigenlijk de dingen waarvan je zegt, ja, ik kan me die auto eigenlijk toch niet zonder voorstellen. Ja, dus, ja. Zeg, het is nu maar een spielerij, maar de ster op de neus, kan dat nog eigenlijk? Nee, niet meer op de C-klasse. Dus de enige ster die je kan krijgen is deze, maar niet meer de klassieke rechtopstaande. Dat is nog wel voor de grotere berlines voorbehouden, maar niet meer voor de C-klasse. Zeg, en nog een vraag. Ja, de EQS die heeft onlangs uitgepakt met die downloadbare opties. Komt dat ook op de C? Ja, komt ook op deze. Dus via de internetverbinding zal je bepaalde opties, die dus al gemonteerd zitten, kunnen activeren. Maar er zijn nog geen specifieke prijzen of nog geen specifiek aanbod voor dit model. Maar dat is een nieuw zakenmodel dat ze stilaan zullen uitrollen. Maar alle Duitse fabrikanten zijn daar trouwens mee bezig. Ja, oké. All right. Bon, conclusie. De C-klasse. Is hij nu nieuw of toch vernieuwd? Hij lijkt natuurlijk heel hard op de vorige, maar hij is wel degelijk volledig nieuw. Daar bestaat geen twijfel over. Hij zit wel op een aantal vlakken serieuze stappen vooruit. Ten eerste is hij een stukje groter geworden, wat natuurlijk meer ruimte geeft. Maar ook wel een Amerika aan het chassis. De extra wielbasis, extra spoorbreedte, heeft toch wel serieus wat extra verfijning en ja, mogelijkheden om mee te werken op dynamisch vlak. Maar, ik hoor hem maar in de conclusie. Natuurlijk, hij zet ook stappen qua prijs. Hè. Dus hij is een stukje duurder geworden. Er staat wel meer uitrusting tegenover, dus bon. Maar de kleine benzinemotor is misschien niet de beste partner voor dit model. Ik denk dat de 2 liter... Dus de C300 eigenlijk. Dus de C300. Die werkt eigenlijk efficiënter. En ook wel een stuk verfijner. Ik denk dat dat eigenlijk de betere benzineoptie is in deze C-klasse. Dus, als ik het allemaal goed begrijp, heeft Mercedes niet zozeer een nieuwe C-klasse gemaakt, maar gewoon een nieuwe klasse aan zich. De D-klasse eigenlijk. Ja, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Kijk, de CLA neemt een beetje de positie in van de C-klasse van de vorige generatie en deze schuift een beetje op richting E. Voilà. Hup. Portfolio is volledig. Ja. Dat was het wat ons betreft. Ik bedank u hartelijk voor het kijken. Hans, bedankt voor de uitleg. Smaakt het u naar meer? Wel, dan staat hier de link waar u ons andere videowerk kan terugvinden. Tot de volgende!